Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Het is maandagochtend, het is al 9:50 bijna ondertussen. Maar ik ben wel al lang wakker. Ik heb me geschminkt en ik heb gisteren nog eens fake tan op mijn gezicht gebruikt. Maar nu ziet mijn gezicht er echt zoveel bruiner uit dan de rest van mijn lichaam. Dus hip hoi. Maar oké, dat trekt natuurlijk wel weer weg. Ik heb mij klaargemaakt. Mijn ontbijt staat nu in. Want s'avonds gaan we shooten op kantoor. Allee, om 11 uur pas. Dus dat is nog even. En dan om 13:30 moet ik naar de bank. Heb ik een afspraak bij de bank nog. En dan wil ik denk ik nog naar de Floralux gaan. Ik ben nu nog bezig met mijn vlog te editen. Dus het zal ervan afhangen als ik dat voor 11 uur nog gedaan krijg. Maar ik moet ook nog eten en wel mijn haar even doen. Dus we zullen zien wat kan. Want die vlog komt vandaag online. Dus moet ik even snel zijn, weet je. Als ontbijt ga ik oats eten met een redelijk bruine banaan. Maar ik dacht die moet op. Dus ik ga die in mijn... Oh, amai, dat is heet. In mijn oatmeal doen. Let's see hè, wat we ervan kunnen maken. Ik eet niet zo graag oats. Ik vind dat zo saai. Ik eet het liefst ei. All day, every day, eieren. Maar ja, dat is ook niet goed. Dus we gaan voor oats vandaag. Voilà, c'est ça. De droogkast is klaar, zoals je kunt horen. Ah nee, toch nog niet. Ah nee, is nog bezig. Oké, taste test. Oké, een stukje banaan erbij. Nu is dat waar. Oats, hè. Ik vind oats gewoon altijd zo saai. Zo was het wel beter, maar toch. Ja. Het was wel lekker warm bij kou weer. Het was wel fijn. En ik ga even verder werken aan mijn vlog. Zodat we die vandaag de wereld uit kunnen sturen. Het is een clean with me vlog. Omdat veel dat hadden gevraagd om dat nog eens te doen. Maar ik ben benieuwd als jullie nog ander soort video's willen. Want mijn inspiratie is soms echt wel op. Aangezien het coronatijd nog altijd is, spijtig genoeg. En we eigenlijk niks doen. Zoals heel dit weekend heb ik niks gevlogd. Alleen zaterdag dan de Clean With Me. Maar voor de rest heb ik niks gevlogd omdat we gewoon niks gedaan hebben. We hebben zondag gisteren, was Valentijn, gewoon gegeten. Maar ja, dat was het. Dus het was ook niet echt interessant om te filmen. Dus let me know als jullie leuke ideetjes hebben. Ik ben zeer benieuwd. Terug van de Floralux en ik dacht, ik doe een shoplog. Ik ga laten zien wat ik allemaal heb meegebracht. Als eerste deze zwarte doorzichtige vaas voor bloemetjes in te zetten.
En ik ga nu jullie daarop zetten. Voilà, dat is handig. Maar dan hebben jullie die al gezien. Dan heb ik twee witte ronde kussentjes voor in de zetel. Dan heb ik dit. Wat is dat eigenlijk? Een artichok op een staanding of zo. Ik vond het wel heel chic en barok. Ik vind het wel mooi. Oké, dan heb ik dit plankje. Dit heb ik al met een iets andere mandala in het groot van de Floralux. En ik dacht met de lente en de zomer in het vooruitzicht is dat wel leuk om buiten zo hapjes op te doen. En dan heb je er zo twee, een kleinere en een grotere. Dus dan kun je die zo allebei op tafel zetten met hapjes. Dan heb ik nog servietten. Deze zijn met een goud streepje en dan zo'n zwart blad. Ook wel altijd handig servietten. En ik had geen servietten meer voor zo lente, zomer. Dus ik dacht, ideaal. Dan heb ik deze. Zo heb ik er al één. Die staat hier toevallig naast mij. En ook nog zo'n kleintje heb ik ook al. En ik heb nog een meegebracht voor daar op de schapjes te zetten. Dan heb ik twee kaarsen. Allebei in dezelfde geur. Ik brand altijd Yankee Candles. Maar om zo tussendoor nog eens een te branden, heb ik deze. Want Yankee Candles ja, zijn best wel prijzig. Deze grote is 10 euro minder dan een Yankee Candle. En die kleine was maar 9 euro of zo, denk ik. En die ruiken ook lekker. En ik dacht, dan heb ik er. Die ruiken wel. Ja, de geur is Sweet Mangolia. Die ruiken echt zo naar toilet ook wel een beetje. En zo naar zo lente bloemetjes. Maar die zijn ook wel heel mooi. Aesthetic met het zwarte deksel. En dan zo wit. Dat past hier ook wel echt perfect. Daar heb ik die twee meegebruikt. Dan heb ik nog kaarsen. Zo van die grote handjes. Die waren op. Dan heb ik een soap dispenser voor in de keuken. Want we hebben daar zo'n schoteltje met zo'n borsteltje en dan wil ik dit daarnaast zetten. Ook weer omdat dat mooi past met zwart en goud. Onze kleuren zijn vooral zwart en goud en wit, beige. We proberen dat zo wat te mengen. Maar ik denk dat jullie best wel al hebben gemerkt, maar ik ben echt zo van het boho thema afgestapt. Op mijn appartement had ik vooral heel boho, bohemian dus. En ik vond dat natuurlijk wel heel mooi, anders zou ik dat niet gedaan hebben. Maar langs de andere kant is bohemian alles in dezelfde kleur en alles is beige. En op den duur vond ik dat zo wat saaier worden en ook niet hier passen in dit huis. Dit huis is veel meer, dat heeft zo'n modernere touch. En hij heeft ook veel zwart. Dus nu gaan we meer voor de industrial farmhouse trend. Trendstijl. Dus dat is eigenlijk wat we nu vooral hebben. Industrial farmhouse. Dus ja. En I love it. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook ideaal voor een man om te leven. Want dat was ook wel. Met mijn appartement was alles boho en Niels zei ook van ja, als ik daar moet leven, dat is zo niet mannelijk. Wat ik ook wel echt begrijp. Tenzij je echt een goede mix doet van iets meer mannelijk, zoals industrieel en dan boho. Maar als alles boho is, is gewoon de mannelijkheid heel ver zoek. En ik woon hier nu samen met Niels, dus ik wil dat hij het natuurlijk ook mooi vindt en hier ook graag woont. Dus hebben we een hele goede mix gevonden en een nieuwe stijl ontwikkeld. Dan heb ik nog deze. Echt verliefd. Ik zag deze en ik dacht, I need it. Ik weet niet, nog niet waar ik het ga zetten of zo. Echt geen idee eigenlijk. Maar ik vind hem zo mooi. Echt zo'n mooie kruikenkan van zo wit. Ja, kalk precies. Echt heel mooi vond ik hem. En dan nog twee dingen, maar die had ik al gezet. Dus die moet ik even gaan pakken. Oké, deze twee.
Ik had nog een vaas. Dit is ook weer zo'n zwart-bruin glas met goud van boven. En dan de kleine versie, ook goud. En deze twee wil ik zo samenzetten in de kast. Dus dat is alles wat ik van de Floralux had. Ik had nog wel één potje voor mijn mama, een bloempotje. Die had gevraagd als ik naar daar ging om dat mee te brengen. Oké, alles staat. Om te beginnen hier het dingsken, hè? Het zeepompje. Amai. En dan deze vaas staat hier met mijn mooie bloemen voor Valentijn. Jij. Heb ik hier de twee flessen, maar ik ga die misschien nog een beetje meer uiteenzetten. Zo. Daar is de artichok dingen. De kussentjes. Een zetel. Wat hebben we dan nog? Dit. En de kan en zo, dat weet ik nog niet waar ik dat ga zetten. Ah, zo die kan, die witte grote, weet ik nog niet. Maar dat was het dus voorlopig, alles wat ik heb gezet. Ik vind het wel zelf heel mooi. Alleen wil ik misschien daar dat pampasgras nog weg. Allee, pampas mag blijven, maar misschien dat droge boeket. Ik weet het nog niet. Maar alleszins, de rest vind ik wel heel mooi. Sorry, het afwasmachine. Ik ga hier de vlog afsluiten ook voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Dan zie ik jullie snel weer. Doei!